Yo kijkers van Mechel Mike en vandaag zijn we terug met een nieuwe video. Het is vandaag 1 april en ik kan wel een of andere domme, rare, stomme, gare video maken. Dat ik stop met Minecraft, of dat ik stop met Skywars, of dat ik mijn Rode Pro serie niet afmaak, of dat ik mijn Minecraft Survival heb gesloopt. Of dat ik weet ik het wat allemaal gedaan heb, stop met YouTube. Maakt allemaal niet uit. In ieder geval, we gaan niet zo'n stomme, rare video maken. Ik weet wel dat ik hem vorig jaar gemaakt heb, maar deze keer is het anders. In ieder geval, ik laat jullie een video zien die met meer, wat meer, ja, met echt met respect en gewoon met passie gemaakt is. Kijk naar deze video. Yo kijkers van Bergol Mike en vandaag zijn we terug met de nieuwe Minecraft Skywars prank. Vandaag gaan wij mensen pranken en zeggen dat we met z'n teamen en vervolgens zeggen we dan 1 april als we ze doodgemaakt hebben. Hopelijk vind je deze aflevering leuk en ik hoop dat ik ongeveer rond de 3 likes kan krijgen. Want dat wil ik graag hebben, want dan heb ik meer motivatie om meer Skywars video's voor jullie te gaan maken. En laat erachter welke prank ik volgende week moet doen, want die van vorige week met die was niet zo leuk. Oké, we gaan naar de volgende speler. Ik heb totaal niet het idee hoe deze mannetje werkt. Ik heb 3 axen. Volgens mij is dat het beste wapen in de hele game. Dus laat ik vooral iemand uitnemen. Maar volgens mij is dit eilandje helemaal leeg. In ieder geval, we moeten wel achter ons in ons achterhoofd houden dat we wel aan het teamen zijn met mensen. Dus we moeten even vragen wie er wil teamen. Laten we daar even aan deze jonge knul vragen of hij wil teamen. En ik zie al meteen dat ik vriendjes heb gemaakt in de chat. En mijn vriendje wordt doodgemaakt en nu ben ik boos. En nu vraag ik aan Keep Calm Print of hij wil teamen. Ik weet niet of deze man wil teamen, maar laten we maar gewoon vertrouwen. Hij ziet er betrouwbaar uit. Ik word meteen door deze vriendelijke vriend doodgeschoten. Dus laat ik maar gaan terugtrekken voordat ik dood ben. Maar het is hier toch ook een leuke game. Oké, de prank van het vorige potje is officieel fout gegaan. Dus we kunnen de titel veranderen in prank gaat fout. Laten we vervolgens in de volgende map gaan. En we spelen op de map Tron. Tron is een map die niemand speelt. Maar toch speel ik hem. Ik heb expres geen kit genomen om de mensen te denken dat ik noob ben. En daarna met ze wel teamen. Dan weten ze precies aan wie ze moeten voldoen. En aan wie ik ben. En ik zie dat ik super goede armor heb. Maar dat maakt niet uit, want dat geef ik zo meteen allemaal aan mijn vrienden. Deze jonge man ziet er erg vriendelijk uit. Maar door een of andere Cubecraft bug ben ik nu dood. Laten we verder gaan naar het volgende potje. Oké, okidokie, we zijn in de volgende match. En we spelen op de map Castle, omdat daar ook helemaal niemand op speelt. Ik neem expres de kit Joker, omdat het dan leuk is voor 1 april. Oké, we zijn eenmaal gespawnd met onze wapentjes en onze kit. En we moeten eerst het kleine houtblokje rammen met onze fucking domme rotzwaard. Eenmaal de kist opengetrokken te hebben, kunnen we de spullen eruit pakken en vervolgens de spullen gebruiken om aan onze vrienden te geven. Oké, we hebben met onze vriendelijke vriend afgesproken om te gaan teamen. Dus laten we naar hem toe bouwen en gewoon geloven dat hij met ons teamt. We gaan wel natuurlijk tegen hem zeggen dat we net hem aan het teamen zijn. Want anders denkt hij dat het niet echt is. Ik hoop niet dat deze vriendelijke man gekild wordt. Ik geef hem een zwaard en hopelijk vertrouwt hij me dan. Ik sla hem er nu af en zeg dat het 1 april is. 1 april! Laten we naar onze volgende vriendelijke vriend gaan met onze TNT-brug. Ik hoop dat hij niet in elkaar stort, maar we gaan het gewoon doen. Oh, dat was compleet mijn fout. Ik Cubecraft drukte me terug, maar dat was compleet mijn fout, want ik sprong niet goed. Laten we verder gaan naar de volgende match. Oké dan, we zijn nu in de map IJs. En dat is best grappig, want het is lente en het is helemaal niet meer koud in Nederland. Laten we in ieder geval onze beste kit pakken. En dat is in dit geval is dat Blacksmith. Blacksmith is een kit die iedereen gebruikt. Eenmaal alle kisten opengemaakt te hebben, gaan we naar onze vriendelijke vrienden en vragen of ze wil teamen. Kijken wie erop daagt en kijken met wie met ons vriendjes wil zijn. Oké, eenmaal op het volgende eilandje geweest te zijn, lijkt dit me een verstandig plan om in deze fight even een aanbeeld naar beneden te gooien. Dus laten we dat gewoon gelijk eventjes doen. Eenmaal het aanbeeld naar beneden gegooid te hebben, schieten we deze knaap dood. Nu hebben we een easy kill en dit was gewoon allemaal timing. Dit was perfect gespeeld.
Nu ik eenmaal bij de volgende enemy ben, ga ik naar hem toe. Laat ik maar gewoon even in het water springen en kijken wat ik kan doen. Ik zie dat hij ander ook al daar is. Laat ik vriendjes met hem worden. Nu is onze vriendelijke vriend eindelijk dood en kunnen we eindelijk naar Casper toe om veilig gedag te zeggen. Casper heeft alleen niet zo van ons gediend. Ik heb even aan deze lui gevraagd of ze met me willen teamen. Maar het ziet er niet echt naar uit of iemand nog enig idee heeft wat de chat of de chat wel überhaupt inhoudt. Laten we in ieder geval naar deze vriendelijke man gaan. Nu deze vriendelijke man onze spulletjes voor deze man heeft klaargemaakt, zul ik hem dankjewel zeggen. Het ziet er niet echt naar uit of deze vriendelijke man met ons wil veel samenwerken. Jee, we hebben dan ook eindelijk vriendjes gemaakt. Ik zal wel de Golden Apple naar hem toe gooien. Ik zal hem niks aandoen, want we zijn vriendjes. Ik denk dat deze vriendelijke man ons door heeft gehad, maar dat maakt niet uit, want we hebben hem dood. Allu Akbar! Ik denk dat deze man met ons niet wil teamen. Dus laten we hem dan maar doodmaken. All plant of the game. Hij wou dat ik niet met hem wou teamen en dat confused hem te erg. En zo win je dan Skywars op 1 april. Ik hoop dat jullie deze prank hartstikke tof vonden. En doei. Vergeet deze video trouwens ook even niet te delen met al je vriendjes en vriendinnetjes. Dat we allemaal kunnen laten zien wat voor goede prank ik heb laten zien. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik hou van jullie. Doei.